Bij de nieuwe recreatieplas in Lent ging het de afgelopen dagen mis met het parkeren. Zwemfanaten en zonaanbidders zorgden samen met bezoekers van Grand Café Lis voor grote parkeerproblemen. Automobilisten die gratis wilden parkeren zetten hun auto zo dicht mogelijk bij hun zwemplek, waardoor fietspaden aan beide kanten dicht stonden met blik. Ook de aanrijroute stond helemaal vol met geparkeerde auto's en dat maakt de weg extra smal en gevaarlijk. Ook de Kiss & Ride plek bij Cinemax stond helemaal vol. Medewerkers van de bioscoop hebben een waarschuwing achter de ruiten van de geparkeerde auto's geplaatst, maar het echte bekeuren, dat kan alleen handhaving. En dat is geen overbodige luxe.